Vandaag praat Scheltema met Jessica Duurlacher over haar nieuwe roman De Stem. Een rijke roman over conflict, staan voor wat je gelooft, maar ook over loyaliteit en familie. Ook neemt Jessica ons mee in haar persoonlijke verhaal. Hoe het moment van idee zich uiteindelijk vertaalt naar papier. Hartelijk welkom. Hi. Ik ben druk aan het signeren. De Stem. 19 januari uitgekomen. 20 op de eigenlijk. Dag van de inauguratie. Ja. Dat is een bijzonder moment om hem uit te brengen. Want volgens mij is er ook 10 jaar geleden een idee ontstaan voor dit exemplaar. Of was het al eerder? Nee, het is wel ongeveer 10 jaar geleden dat ik het bedacht al. Maar toen kwam ik er steeds niet toe om eraan te gaan schrijven. En bovendien had ik ook nog niet... Ik wist nog niet hoe ik het zou gaan schrijven. En toen kwamen er ook allerlei andere dingen tussendoor. Toneelstuk, Anne, de verfilming van mijn boek De Held, waar ik hetzelfde scenario voor schreef. Dus dat leert je ook weer van alles. Ook van allerlei dingen die met schrijven te maken hebben, die zijn in een scenario en in een toneelstuk totaal anders, maar heel interessant. En ondertussen rijpte dat plan eigenlijk. Maar op die inauguratie moest het ook verschijnen, wat mij betreft. Omdat het verhaal eigenlijk begint op het moment dat mijn hoofdpersoon haar oude oppas, de oppas die vroeger op haar kinderen paste, 15 jaar daarvoor, terugziet. En op dat moment gaat er natuurlijk bij haar die hele geschiedenis en die hele herinneringsgolf komt dan op gang. Daarom was het voor mij heel belangrijk dat die dag ook gehandhaafd werd. Is het verhaal ook echt daadwerkelijk geworden wat je 10 jaar geleden voor ogen had? Of is er ondertussen wel heel veel, want er zijn behoorlijk wat zaken veranderd zijn de tijd. Is het idee daarin ook veranderd? Nee, het idee is ik wilde hoogstens iets schrijven over het begin van het millennium. Hè? En over die periode van enorme bewustwording dat er iets gaande was in de wereld. Wat we eigenlijk daarvoor hadden genegeerd. Hè? 9-11, daarna de aanslagen die ineens dreigden op allerlei plekken. De klokkenluiders, zoals Ayaan Hirsi Ali er eentje was, maar ook anderen. Er waren veel meer klokkenluiders. Het gaat over een Nederlandse familie die een oppas in huis neemt. Een asielzoekster die gewoon gesluierd door het leven gaat. Die dus vroom is naar hun eerste gedachten. En die fantastisch blijkt te kunnen zingen. Vandaar ook dat de stem. De stem is natuurlijk, staat natuurlijk voor veel meer dan alleen dat programma waar naar verwezen wordt. Hè. De stem, waar dat de soort talentenjacht, waar dat meisje dan uiteindelijk aan gaat meedoen. Op met hulp van die familie. En dan breekt ze eigenlijk met alles. Ze is ten eerste een fantastische zangeres. Maar ook blijkt dat ze al de hele tijd van plan was om daar haar sluiers af te leggen. En dat slaat natuurlijk in als een bom. Ja. En daar laat ze eigenlijk zien dat ze eigenlijk voor andere redenen, behalve alleen het zingen, op dat podium staat. En dat podium ook neemt. En op een manier die enorme indruk maakt. Maar vanaf dat moment blijkt ineens, tot iedereen's verbijstering, dat ze niet meer veilig is. En op dat moment moet het gezin, dat haar natuurlijk gewoon leuk vindt, en voor wie, ze hoort ineens bij hen omdat ze op die kindertjes past. Ze hebben natuurlijk ook een soort verantwoordelijkheid, vinden ze, omdat ze haar naar dat programma hebben laten gaan. Ze hebben haar geholpen daarbij. Dus ze vinden ook dat ze haar eigenlijk... ze moeten hun eigen hulpvaardigheid eigenlijk op dat moment aanspreken. Gaan we haar helpen? Dit kan niet. Hoe kan iemand die zoiets onschuldigs doet, als gewoon staan voor wat ze gelooft, bedreigd worden? Waarom moet ze gevaar zijn? We moeten haar helpen. En alle overwegingen en ook angsten die dat met zich meebrengt, die gaan natuurlijk heel veel dan... van mijn hoofdpersoons tijd en
ja, ook van haar hele hart in beslag nemen. Kijk, het is ook heel erg een boek namelijk over moederschap. En over de melancholie van iemand die terugkijkt op de kinderen. En op de, het moederschap. En hoe ingewikkeld dat eigenlijk is. Dat je enerzijds die kinderen die dan, hè, die dan zo dichtbij lijken. En dan uiteindelijk ook allemaal weer hele eigen persoonlijkheden blijken te zijn. En het eigenlijk net als die oppas. Die oppas wordt een beetje hun kind eigenlijk. En dat is natuurlijk altijd met, als je iemand in huis hebt, dat wordt heel close. En dat voelt heel, je hebt heel veel zorg voor iemand. En dat heeft ze natuurlijk ook voor die kinderen. En die kinderen die gaan allemaal, nou ja, de ene is wat ouder dan de andere. De ene heeft twee kleintjes, eentje is een pianist die waanzinnig kan piano spelen. En die redt het wel in het leven. Die wordt gewoon super beroemd en die wordt fantastisch. En de dochter die worstelt met feministische vraagstukken op een gegeven moment. En de oudste zoon, die is 10 jaar ouder dan de andere, die is uiteindelijk, gaat ook bij de geheime dienst. En die gaat, dat wordt dan dus een hele plot. Die zich helemaal eigenlijk, die volkomen logisch uit het begin eigenlijk voortvloeit, maar er zit een soort een tragedie eigenlijk in het boek. Nou, die heb ik eigenlijk nog nauwelijks over gepraat. Hoe iets heel kleins, namelijk een soort een jongensveten over een meisje, tot iets kolossaals, wereldomspannends eigenlijk leidt. En wat enorme consequenties heeft. Maar goed, daarvoor moet je het boek lezen. Ja. Daarom is het een, denk ik ook wel een beetje een thriller-achtig soort boek. Vind je het jammer dat het er eigenlijk zo weinig nadruk op is gelegd? Of? Ik snap het wel, want je hebt natuurlijk altijd haakjes naar de werkelijkheid. En iedereen wil altijd van een boek weten wat er waar van is. Ja. Wat natuurlijk echt best wel irritant is, want inderdaad, hè, de moeite die je doet om dingen uit het niets te halen is eigenlijk groter dan het beschrijven van de werkelijkheid zelf. Het is het verbinden van de werkelijkheid zoals die is en die, ja, om daar je verbeelding op los te laten, daar gaat het voor mij om in een roman. En de mensen zijn toch blijven steeds maar heel erg, nou, wat is het nou waar, wat is het nou waar? Ja, goed, dus is het van alles waar, maar het is ook vooral de juiste verbuiging ervan, ja, die voor mij natuurlijk mijn werk is geweest. En mijn zoveel spanning en zoveel stress en zoveel kracht heeft gekost. Ja, en misschien is het ook wel dat die werkelijkheid is, of tenminste in het schrijfproces komt de werkelijkheid nooit chronologisch natuurlijk. Het komt altijd in delen en in stukjes en het is nooit echt af, lijkt mij. Een boek? Ja, om het. Je krijgt alles in losse delen. Of was het bij jou wel? Nou, ja, ik weet dan wel waar ik naartoe wil. Maar dat is dan inderdaad door heel veel al vooruit te hebben gedacht. En dan, je gaat inderdaad wel terug, maar ik bedenk het eerst helemaal uit en dan ga ik terug naar waar het dan begonnen moest zijn en daar begin ik dan te schrijven. En er zijn inderdaad wel stukken die dan langzamerhand hun plek vinden in een boek of zo, dat is zo. Maar ik in dit geval was het was een beetje een soort muziek componeren, weet je wel. Nu wil ik dit vertellen en dan voelt dat zeer goed. En daar ga ik vertragen en daar ga ik versnellen. Maar dat voelde was heel intuïtief. Dus in de zin dat ik ook niet heel erg achteraf hele brokken heb verplaatst of zo. Normaal wel. De meeste boeken heb ik dat wel altijd gedaan. Hoe komt dat? Dat hierbij wel zo was? Nou, denk ik omdat ik veel rustiger en geduldiger door de kracht van dat verhaal of zo me liet. Dat ik daar echt, dat was ook het ingewikkelde van, of niet het ingewikkelde, maar dat was ook de, zo elk boek heeft zijn eigen wetten, denk ik ook. Dit boek had dat. Een ander boek heeft weer iets anders. Maar dit schreef me eigenlijk voor dat ik rust moest nemen en overal de tijd voor moest nemen en niet
moest laten opjutten door een bepaalde plot of zo, maar dat ik dat gewoon dat moest volgen wat het ritme was. Ja, en dat anders kon dat niet. Anders kwam ik ook niet op idee als ik dat niet deed. Dan werd het weer stil. Er zijn wel veel mensen die bijvoorbeeld echt gaan wandelen om 7 uur 's morgens tot 9 uur en dan heel gestructureerd en Of er zijn mensen die dat veel minder hebben en die zeggen van, nou, ik ga gewoon de hele dag eraan besteden. Hoe ziet zo'n schrijfproces voor jou uit? Dat is de laatste. Ik ben een trage beginner. Ik ben altijd heel bang voor mijn boek. Het boek ik moet hem eerst weer helemaal vriendjes met het boek worden. En dat duurt altijd. Je moet eigenlijk wel een tijdje in de hoek staan, zonder dat het af is. Ja, het zit daar, er ligt die computer daar ongelooflijk eng te wezen en op mij te wachten. En ondertussen ga ik dan eerst even hardlopen, dat doe ik heel veel, of ik ga het anders doen. En ik ging altijd naar een andere plek. En dan ging ik een koffietje. En dan zit je achter die computer en dan is het allemaal ontzettend bedreigend. Ja, ik weet niet waarom. Het was elke keer heel bedreigend wat er allemaal op die computer stond. En dan las ik weer terug wat ik had gedaan. En dan vond ik het weer verschrikkelijk. En dan moest alles weer geschrapt worden. Ik schrap altijd alles weer wat ik de vorige dag heb gedaan. En dan ga ik weer helemaal herschrijven. Zo. Dus het is een... Een haat-liefdesverhouding met het boek eigenlijk. Het is geen haat. Het is meer... elke keer niet tevreden. Elke keer weer bang voor mijn eigen ontevredenheid. En dan weer herschrijven. En hoe vertel je dat het niet goed is? Aan jezelf? Zeg je, nou, dit zegt helemaal niks. Of ben je nog wel een beetje aardig voor jezelf? Dat je, nou, kom, laten we nog heel even. Nou ja, als je er weer aan hebt zitten prutsen, zo'n hele middag. Dus het is echt, zeg maar, 3 stappen terug en 5 stappen vooruit. Zoiets is het. Nee, misschien 4 maar. Dus 3 terug, 4 vooruit. Dus door het weer in die tekst zitten te vroeten, heb je het gevoel dat je iets verbetert. Ja. Dus dan heb je die ene kwart toch maar mooi als winst van die dag. En vervolgens, de volgende dag kom je en dan vind je de helft van wat je de vorige dag hebt veranderd eigenlijk ook weer niet zo. Dus ga je daar. Dus elke keer is er weer hoop. Overlap. Dus een soort ja, een soort deken die je maakt, hè? Een soort borduren bijna. Maar dus en dan heb je aan het eind van de dag toch een soort tevredenheid dat je in ieder geval datgene wat je die dag hebt gedaan weer hebt verbeterd. En ja, terwijl je weet, oh, morgen ga ik dat vast niet vinden. Ja, morgen is het waarschijnlijk weer helemaal anders, maar ik heb in ieder geval dit kunnen maken. Ja, ja. Dankjewel. Graag gedaan. En succes met de laatste paar boeken. Seniorboeken. Oké.